De 70ste editie van de Tulprally is van start. Hier gaan ze. Start nummer 1. En dan staan we in de schaduw van het Guggenheim Museum. Het bekendste museum ter wereld. Omringd door 206 klassieke auto's. 206 equipes van de Tulprally. De complete automobiele historie is hier verzameld. Hier in Bilbao. En dan gaan we vandaag naar Biarritz. En we gaan uiteindelijk veel verder. 2500 kilometer over B-weggetjes. De Tulprally zal finishen in Chantilly. Maar dit is werkelijk bijzonder. Hier in Bilbao. Op zondagochtend. Klassieke auto's. En de mooiste moderne kunstverzameling ter wereld. En dat allemaal bij elkaar. Ja! Kees, dit moet de meest memorabele plek zijn waar de Tulprally ooit is gestart. Hoeveel maanden heeft... Kees, dit moet de meest memorabele plek zijn waar de Tulprally ooit is gestart. Hoeveel maanden heeft jullie dit gekost om dit te organiseren? Nou, toen we dit bedachten, dachten we, dit gaat heel uitdagend worden. Maar alle puzzelstukjes zijn op zijn plaats gevallen. En toen wij hier aankwamen, zei de locatiemanager, het is nog niemand gelukt ooit om dit zo voor elkaar te krijgen. Stilte voor de storm, hè? Wat kun je vertellen over de komende week? Nou, het wordt een hele uitdagende week, want vooral de eerste dagen zijn prachtige rallygebieden om te rijden. Hoe dichter we naar Nederland komen, hoe anders het wordt, hoe meer vertrouwd het wordt. Maar we gaan nu een Spaans landschap in en vervolgens naar de wijngebieden en dat is altijd uitdagend. Het idee van zo'n rally als dit is dat je op tijd vertrekt, hè? Ja, dat klopt. Maar ik moet zeggen dat het eitje en het spek was het wel waard. Heb je nu door hoe het gaat? Ja, ja. Morgenochtend ga ik echt op tijd vertrekken. Komt goed. Elliot, you're looking great, man. Well, terrible panic this morning. I thought I'd left my socks back in England. So no! Yeah. So I was in jeans. Had a change in the car park. And the car? Yeah, it seems to be going all right. It's getting old and tatty like me, yeah. But you know, that's life, isn't it? Thank you and good luck. Thanks. Wat mooi, hè? Komt zo door de mist aanzetten. Een van de vele pre-wars die meedoen aan de Tulprally. Ooit was dit een verdwenen route. De legendes vertellen dat het hier niet pluis was. En dus mede de lokale bewoners deze weg dwars door Baskeland. Tegenwoordig is de A2620 gewoon een hele mooie asfaltsliet. En precies dat soort wegen vinden ze, hè, bij de Tulprally. Breuklijn in het asfalt. Dat is Spaans Baskeland. Dat is Frans Baskeland. Dat is Spanje. Dat is Frankrijk. We staan op 670 meter hoogte in de wolken. We verlaten Spanje. Die kant op dalen we af in de richting van Biarritz. Het mooie, moderne, klassieke Biarritz. En daar schijnt de zon weer. Van de ene prachtige stad naar de andere. Van Bilbao naar Biarritz. We blijven bij de B's. Want morgen gaan we naar Bordeaux. Einde etappe 1
op naar etappe 2.